er is geen wooncrisis in Antwerpen. Er leeft niemand op straat. Zelfs voor de daklozen hebben we onderdak gevonden. Schepen Gullard Turan van SPA, van het stadsbestuur, zei deze week er is geen wooncrisis in Antwerpen, maar jullie zien wel een andere realiteit. Ja, wij staan gewoon perplex van die uitspraak. De sociale huurders en de huurders op de private markt die hier vandaag met ons hebben getuigd, die getuigen van exact het tegenovergestelde, namelijk er bestaat geen betaalbare woningmarkt in Antwerpen, behalve de sociale woningmarkt. En het is precies daarom dat we heel veel meer sociale woningen in Antwerpen nodig hebben en dat we ook een erkenning van de realiteit nodig hebben in plaats van een ontkenning. Dus wij stellen voor dat er heel wat sociale woningen bijkomen, dat wonen een topprioriteit wordt en wij stellen ook voor dat er een wooncode komt zoals in Nederland, zodat de huurprijs wordt geplafonneerd en afhankelijk wordt gemaakt van de kwaliteit van het wonen. Er is geen wooncrisis in Antwerpen. Sociaal verhuurkantoren alleen, dat kan de oplossing niet zijn. Wij hebben momenteel met de sociaal verhuurkantoren 450 woningen in huur, denk ik. Ja, alleen rond de 450. Er staan bij ons op de wachtlijst ook al 2000 en een paar honderd mensen. Dus om alleen al maar onze eigen wachtlijst op te lossen, dan moeten daar gigantisch grote dingen veranderen. En sowieso denk ik dat het een beetje een makkelijke oplossing is om opnieuw alles af te schuiven op de privé. En we gaan daar een beetje aan morrelen via het sociaal verhuurkantoor. En niet te zeggen van we doen dat, maar tegelijk gaan wij massaal woningen bijbouwen en sociale woningen maken voor de mensen. Er is geen wooncrisis in Antwerpen. Ik ben zelf sociale huurster en ik kom heel veel andere sociale huurders in Antwerpen tegen binnen PASH, Platform Antwerp Sociale Huurders. Ik hoor daar verhalen als de volgende. Said bijvoorbeeld, die woonde in een appartement met 3 slaapkamers. Die werkt, heeft een vrouw en 5 kinderen. In zijn appartement is geen isolatie. Dat betekent dat hij buiten de maandelijkse bijdrage voor gas en elektriciteit een afrekening krijgt op het eind van het jaar, al op het eind van de afrekening, van nog eens €1500 meer. Nu, mensen betalen nooit graag veel. Maar als je veel betaalt, dan wil je minstens ook de warmte voelen. Helaas, ik ben op dat appartement geweest. De warmte van de gaskachel reikt niet verder dan 1,5 meter van de kachel. Want de rest vervliegt, bij wijze van spreken, door ramen en deuren, omdat de ramen niet geïsoleerd zijn. Dus die is tevreden dat hem sociale huurder is, maar niet op die manier. Dus hij heeft gevraagd om een andere woning te krijgen. Maar daar wacht hij op. Hij staat op de wachtlijst. Point out.